Goeiedag, dames en heren. We zijn vandaag op bezoek bij restaurant Liberije. Nelson, chef-kok, rechterhand van Johnny Boer. Welkom en fijn dat je even tijd kon vrijmaken om even een klein interview te maken. Dus dank is groot. Graag gedaan. Hey, Nelson, ik ben gewoon eens benieuwd. Hè. Vertel eens, hoe ziet jouw dag eruit bij zo'n Liberije? Wat brengt jou nou en wat maakt jouw vak nou zo speciaal om op dit niveau te kunnen presteren? Ja, ten eerste wat je zegt, dat is natuurlijk een fantastisch vak. Hè? Het is een vak ook wat je moet doen met 100% overgave. Hè? En dat is wel bijzonder om elke dag op dit niveau te presteren. Dat is waar ik voor leef. Dat is gewoon geweldig om het samen met het hele team te doen. En we zeggen altijd, elke dag moet je gewoon Champions League finale spelen. En je weet dat je die moet winnen. Verliezen is geen optie. Dus dat betekent dat je altijd voor de bal uit moet spelen en die jongens en meiden op scherp moet zetten om die wedstrijd te behalen. En ja, als we dat hebben behaald, als je die elke wedstrijd weer wint, dat is voor mij het mooiste. En wat dat vertaalt is dan gewoon dat de gasten natuurlijk super blij de deur uitgaan. Dus elke dag een uitdaging weer mensen weer op scherp te zetten om die prestatie weer zo hoog te houden. Zeker, ja. Ja. Goh, ja, dat is bijzonder. Hey, we zijn vandaag bij Chef Revolution. Het is hier in de omgeving de Boerenmarkt met allemaal lokale restaurants. Die zijn hier op de Boerenmarkt. In het theater zijn alleen maar sterrenchefs, internationaal. Ja. Echt heel bijzonder. Gisteren mocht ik daar deelgenoot van zijn. Heel bijzonder, opening top. Maar wat maakt eigenlijk Chef Revolution voor jou zo speciaal? Ja, wat het voor mij speciaal maakt is dat het is natuurlijk een internationaal event. Waar echt gewoon echt uit de hele wereld chefs hierheen komen. Niet alleen maar de chefs die ook echt de demo's geven, maar ook gewoon chefs die geïnspireerd willen worden. Wat dit speciaal maakt voor mij is eigenlijk juist dat. Hè, dat je eigenlijk als Nederland zijnde zo'n klein landje zo'n event kan organiseren. Eigenlijk voor de hele wereld, dat is super bijzonder. Ja, dat is echt wel heel bijzonder. Hey, en jullie werken nu al een tijdje met MKN-technologie. Klopt. Zowel FlexiChef als Combi's Team is horizontale kooklijn in verschillende restaurants van jullie, maar ook hier bij Liberije. Ja. En wat is nou de reden geweest en waar heb je nou specifiek op gelet om je keukenapparatuur aan te schaffen? Nou ja, kijk, waar wij natuurlijk voor staan is ten eerste altijd de kwaliteit. En om die kwaliteit eigenlijk altijd op de juiste manier te geven, ga je kijken naar tools, naar producten. Maar dus ook naar machines die daar eigenlijk gewoon heel goed bij passen. Ja. Als je voor kwaliteit gaat, moet je ook zorgen dat je die continuïteit vast kan houden. En dat kan zeker met die machines. Ja, en waar zit het dan in het apparatuur daarvan is... vooral heel nauwkeurig in de temperatuur, snelheid natuurlijk. Hè. Als je kijkt naar de FlexiChef, dat is gewoon, vroeger werkte we nog met die oude braadsleeën. En dan moest ik alles eruit halen, weer erin, inkoken, botten zeven, al dat groeien. Ik denk gewoon echt dat ze goed hebben geluisterd naar feedback van de chefs. En dat zie je gewoon in deze apparatuur. Ja. Dus het past gewoon heel goed in je proces? Het past perfect eigenlijk. Ja. Top. Ja. En hoe belangrijk is duurzaamheid bij jou in die... Hoe moet je dat zien? Waar werk je mee met die duurzaamheid? Moet apparatuur daar dan voldoen? En waar let je dan op? Ja, duurzaamheid. Hè. Het wordt natuurlijk steeds belangrijker. Hè. En, eigenlijk zijn we daar bij Liberije al op moment 1 zijn we daar altijd al mee bezig geweest. Te kijken naar alleen maar lokale producten. Zoveel mogelijk uit de regio halen. Ook kijken met bepaalde vissen, dat je echt alleen maar met vissen werkt in het seizoen. Als je kijkt naar je apparatuur, waar selecteer je dan op duurzaamheid of hoe ga je daar dan in verder? Is dat je een beetje lief moet zijn voor je apparatuur, zodat het wat langer meegaat. Dat wordt je beste vriend, hè? Exact, ja. Ja, snap ik. Ja. Hey, en hoe varen jouw team? Het werken met bijvoorbeeld de FlexiChef, met de Combi's Team is? Ja, ik denk dat het de beste voorbeeld is waar mijn team gewoon super enthousiast op reageert, is wel echt wel zo'n FlexiChef. Hè. Wat ik zei, we moeten 3-4 sushi's per dag maken. Dat kan sowieso niet als je maar 1 braadslee hebt, dat kan natuurlijk nu wel. Het proces gaat gewoon veel sneller. Je hebt eigenlijk ook minder handelingen. Doordat we sneller kunnen werken, hebben de jongens daar ook gewoon veel meer plezier in natuurlijk. Het helpt ze hun ook in het proces. Dus
ja, dat is wel echt te gek. En ja, niet alleen ik, maar ook echt het hele team is altijd wel super enthousiast. Ja, dat is belangrijk. Ja, weet je, de keuze is belangrijk om te doen, maar als het zo werkt zoals je het zelf bedacht hebt, is het natuurlijk ook een is dubbelop succes. Zo is het. Zo is het. Ja, goed, wij zijn blij in ieder geval dat je in ieder geval hier even tijd voor vrij wil maken om even een interview en een gesprek aan te gaan. Tuurlijk. En waarderen het enorm dat we hier ook een trotse partner zijn om aanwezig te zijn bij Chef Revolution. En wij doen dit graag natuurlijk. En, super. We hopen er in de toekomst nog hele mooie dingen samen te kunnen doen. Absoluut, daar ben ik van overtuigd. Ja? Super. Hey, bedankt. Dankjewel.